Kraak en Raak Show, aflevering... Een aflevering. We gaan beginnen. Max Malta. En hij vraagt, ga je nog op vakantie? Nee. Ook een goede vraag. Ja, ik ga naar Disney. Nee, jij wel. Met iemand. Met mij. Met mij natuurlijk. Met Jero. En je komt met mij. Ja. En ik ga een keer naar Limburg op vakantie. En ik ben nu weer op vakantie bij Erik. Hij zit hier. Ik ben aan de overkant. Met water. En zwem heel dat idee. Zo, echt zo. Stond met de handdoek klaar hoor. Ja, zo. Hij ving me op. Sprong er zo uit. Leek het Ariel. En Erik stond aan de zijkant. Ja, dat klopt. We hebben nog geen vraag beantwoord. Dat is Erik, ja. Doe eens normaal, Roy. Maar even nog komen op die. Ik was nog vergeten, die was nog van die Disney-film. Ik denk inderdaad Frozen dat dat wel leuk zou zijn. Frozen nog nooit gezien. Ja, van Luizenleven is er wel één voor PlayStation 1 al. Weet ik, Toy Story ook, PlayStation 1. Toy Story 3 voor de Next Gen. Ik zit even aan de Pixar-films af te gaan. Up ook al, die heb ik ook gespeeld, was ook leuk. Ja, want het was spel. Wally was ook een spel van toch? Ja, ja, hè? Ja, klopt. Ik denk dat elke goede Disney Pixar wel een game heeft. Dus ik denk tot nu toe Frozen dat dat het beste antwoord is ook tot nu toe. Oh, en dan op de vraag van, ga je op vakantie? Ga je op vakantie, Erik? Nee, ik ga korte dingetjes weg. Ik ga naar festivals. Dat is al Bospop. Pinkpop. Of Rob Werchter. En ik ga naar Ringkong aan het eind van het jaar. Ringkong? Ja, hij zou eens naar Kingkong gaan. Eerst geen buikgriep, ja, maar ja, die had afgezegd. Die had buikgriep. Hey, Gio, ga jij nog vakantie? Nee, zeker niet. Oké. Okay. Ik blijf lekker thuis. Ga je ouders wel? Nee. Tim Conor, Tim. Is er een speciale YouTube-rank in Disneycraft? Ik raad je aan om even op de website te kijken. www.dabisa.nl. En daar zie je 30 vragen die zijn beantwoord over de server. Maar we kunnen nu ook even antwoorden. Er is geen YouTube rank, helaas. Yep. Nee. Want dan moeten we er echt heel veel uitdelen. Heeft iedereen fly in de server, weet nou al. Dan is het niet meer speciaal. En we willen wel fly modus willen we speciaal houden. En daarom moet je VIP halen. Ja, ja, zo, nou, zo is het. Precies. Even kijken, Henkie457 vraagt, stel je voor, je bent op Hawaii en je hebt een houten poot, wat zou je doen? Zitten. Zitten, denk je, ja, op, maar dan niet op je houten poot. Nee, dat lijkt me pijnlijk. Nee, natuurlijk niet, daar heb je toch al geen gevoel. Nee, een houten poot. Ja, maar als je er nog naar zitten. Heb je nooit last van een slapende poot? Dat is waar. Hey. Dat wel, ja. Kan je gewoon zo lang mogelijk op zitten. Ja. Ik zou apen uit de boom... met mijn stok zou ik pakken zo eruit en dan apen uit de boom slingen en opeten en dan die hersen eruit halen. Ja, maar dan rennen die apen weg met jouw houten been. Oh, en koop je daarna een kunstbeen. Want ja, hoe dan zit hij daar? Op een wijze staat een store, een winkel. Wij verkopen kunstbenen! Ja? Dat, ja? Nou, oké. Okay. Nee, weet je wat dat ook? Kokosnootsap. Ik heb trouwens tering veel doos. Nou, ik het heb over kokosnootsap, dat kan je wel kopen, maar geen kunstbeen, Robby. Dat is daar raar. Maar wij zijn toch geen kunstbeen in de winkel? Van kokosnootsap ga je van. Nee, je moet toch kopen in de winkel? Je kan alleen kopen in de winkel. Nee, ook geen ziekenhuis. Je bent ook niet op Hawaii. Het is helemaal een eiland. Onbewoond eiland en een aap heb je. Het is een onbewoond eiland. Ben jij helemaal op je kop gevallen? Ik zet in op Roy. Dit was de vraag. Ik zal deze keer vergeet vooral een groen duimpje als je hem leuk vond. En vergeet ook niet zeker in de comments nog een leuke vraag te zetten voor volgende vraagje bij Raakshows. En tot de volgende keer. Bye. Bye.